Vorig jaar was Sony de eerste die een internettelevisie produceerde. Je kon voor $200 een doosje kopen. Dat zet je achter op de Bravia. En dan had je een stuk of 10, 20 en op dit ogenblik 35 internetdiensten. Eén daarvan is Amazon, waar je video on demand kunt krijgen. Maar je kunt ook Flickr, YouTube en dat soort dingen. Dat is een complete omgeving die gecontroleerd wordt door Sony. Voordat een dienst daarop mag, moet Sony daar een relatie mee hebben, een business deal, moet goedgekeurd. Dit is dus een, zeg maar, een walled garden approach. Aan de andere kant heeft Sony nu ook geadopteerd de widget van Yahoo. En dat is meer een open platform, dat is ook wel gecontroleerd. De widgets moeten goedgekeurd zijn, maar daar is een hele reeks van widgets die Yahoo nu al support en waar andere fabrikanten makkelijker bij komen. En dat is dus iets minder een walled garden approach. En de vraag is, wat gaat nou de toekomst worden van internettelevisie? Het is heel duidelijk dat die internettelevisies gewoon er komen. Dat echt elk toestel wordt of het wordt ingebouwd of het gaat via de Blu-ray speler. Maar welke diensten komen erop? Wie bepaalt dat? Wie controleert dat? En je ziet dat Samsung daar iets opener mee is. En Sony heeft een hele gecontroleerde omgeving. En die heeft dan als een aparte omgeving die Yahoo-omgeving erbij gecontroleerd. Dit wordt meegeshipped in alle mid-range en high-end modellen. Dat wordt dus standaard in de PC, in de televisie geïntegreerd. En dat betekent dat er echt gewoon miljoenen televisies in Amerika aankomen en ook in Europa die aan het internet geconnecteerd worden. Wat al heel lang echt verwacht werd, gaat nu echt gebeuren. En ook Panasonic bouwt in de tv's internetconnectivity. YouTube, Picasso, alle normale diensten. Panasonic is closed, Sony doet allebei en Samsung heeft gezegd, wij zijn open. En ook bij LG is de Blu-ray speler weer connected, zodat je naast Blu-ray kun je er gewoon YouTube op doen, Flickr. De Connected Blu-ray speler. En Samsung heeft ook internet op de televisie. Je kijkt gewoon en dan zeg je, ik wil een menu hebben. En je drukt op de knop en dan krijg je hieronder krijg je dan een menubar. Met allemaal widgets. En je kunt doorscrollen door de widgets. Allemaal verschillende soorten. Die kun je dan helemaal customizen. En dan gaan we bijvoorbeeld even naar YouTube. En met YouTube ga je naar de widget. En iedere developer kan widgets maken voor Samsung of kan widget maken voor Yahoo. Want Yahoo heeft zeg maar ook de widgets. En die kan het dan toenemen. Je kunt erin zoeken, je kunt een videootje zoeken, vinden en afspelen. Nou, het interessante wat hieraan is, is hoe open is het systeem. Samsung bepaalt in dit geval widgets die gemaakt worden, die kunnen zij toestemming geven. Of Yahoo bepaalt welke widgets erin komen. Dus het is een aardig open systeem, want meerdere partijen kunnen erover beslissen. Bij Panasonic was alles gesloten. Bij Sony hebben ze een gesloten systeem aan de ene kant, wat lijkt op de Sony PlayStation, en aan de andere kant wat open is. Dus hier kijken we naar een YouTube filmpje, mooi met de afstandsbediening geïntegreerd. En dan hebben we de Gallery of Widgets. Laten we daar even naar kijken hoe die eruit ziet. En dan krijgen we een heleboel, de laatste widget, Yahoo widgets, Samsung widgets, categorieën. En je kunt dus gewoon kijken wat voor diensten erop komen. En de user interface is helemaal gemaakt voor de tv. Standaard op de high-end modellen. En Samsung is eigenlijk het meest open van alles. Patrick Barry, what do you do at Yahoo? I'm the VP of Connected TV at Yahoo. Okay. You have a big smile on your face. You look like a happy, satisfied man. Why? I'm really excited. We and my team and I have been working on a project for a long time that we think is revolutionary in nature, and it's coming to market really for the first time with some of the biggest brands in consumer electronics. Yeah, we see it popping up everywhere. Who have you been working with the last couple of years before this pops up at a consumer show? Of course, LG, which is one of the world's largest and best TV manufacturers, announced that they're going to be shipping TVs with the Yahoo widget engine, as well as a company called Vizio, which is one of the biggest in North America, and Toshiba. So we've had some of the biggest names, and we hope for some more too. You know, we're really all about bringing the best of the internet to the TV, and one of the most important aspects of the internet is openness. It's giving users choice between the services that they want and not controlling their access. So we've designed the platform from the ground up to be open and connected so users can get the best of anything. You have, for example, Amazon does video, and on the other hand you have Netflix. Can they both be in the widget gallery? Absolutely they can. We expect that they will both be there. Both of those companies announced with us that they're going to be developing Yahoo TV widgets, and many more. Many more video companies, information companies, social networking companies like MySpace, all developing widgets. And the user will have the choice. The user will access them through an open gallery,
called the Widget Gallery that we're showing here, and they can download those widgets right to their TV, and then it's their choice of when to access. But I have to wait for a long time. Probably we're from Holland. Yeah. Okay, so we have some Yahoo kind of services, which are big there. Now, 10 countries in Europe next year.